Er is veel te doen op het gebied van cultuur in Assen. En dat is belangrijk. Want cultuur verbindt, inspireert en vermaakt. Maar wat nou als je geen geld hebt om bijvoorbeeld naar het theater te gaan, een filmpje te pakken of zelfs een abonnement van de bibliotheek af te sluiten? Het Sport- en Cultuurfonds kan voor volwassenen in de gemeente Assen een oplossing bieden. En daarom ga ik vandaag uitzoeken hoe dat werkt en wat je allemaal kan doen vanuit het fonds. En daarom ben ik vandaag in Podium Zuidhagen en heb ik afgesproken met Cecile. Zij is de voorzitter van Sing & Swing. En behalve workshops volgen en kijken, kun je hier ook lekker zingen, toch? Klopt. Hoe zit dat? Nou, wij zijn een koor en wij oefenen iedere woensdagavond met alleen maar vrouwen. Okay. Maar wel vrouwen van allerlei leeftijden en allerlei achtergronden. En vooral dat laatste vind ik heel belangrijk. Mm-hmm. Maar kun je me vertellen wat het Sport- en Cultuurfonds nou voor jullie als vereniging toevoegt? Of voor een andere? Ja, mensen die het lidmaatschapsgeld voor een vereniging niet kunnen betalen, die kunnen een beroep doen op het fonds en daarmee toch een lidmaatschap kopen bij een vereniging of bij Sing & Swing. Win-win volgens mij. Absoluut. Ik heb een afspraak met Jonathan in het Drents Museum, dus ik wil je ontzettend hartelijk danken voor je tijd. Ja? En zingen, hè? Ja, zeker weten. Het Drents Museum is natuurlijk een perfect voorbeeld van cultuur in onze stad Assen. En met diverse exposities is er altijd wat te zien. Of niet, Jonathan? Hey Bart, hey. Kun je mij nou vertellen waarom het Sport- en Cultuurfonds voor jullie als museum nou zo belangrijk is? Ja, als museum willen we natuurlijk heel veel mooie dingen laten zien. Hè. We hebben archeologie-tentoonstellingen, kunst-tentoonstellingen. Ja, we willen dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten. Hey, en wat nou dat ik een partner zou hebben en die houdt helemaal niet van een museum? Ja, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat mensen niet van een museum houden. Ik zou zeggen, probeer het eerst eens. Als jullie er echt niet uitkomen, dan kan jouw partner mooi bijvoorbeeld naar de bioscoop en dan kun jij hier lekker naar binnen. De bioscoop, dat is bijvoorbeeld bij de Nieuwe Kolk volgens mij. Ga ik daar even kijken. Ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd. Tot ziens. Hoi. Hoi, Bart. Welkom in de Nieuwe Kolk. Prachtig man. Zou je me wat willen laten zien? Ja, zeker. Top. Brian, kun je mij vertellen wat jullie allemaal te bieden hebben in de Nieuwe Kolk? De Nieuwe Kolk heeft een theaterzaal, een grote zaal en een Van Gorkum een kleine zaal. Okay. We hebben een bioscoop met 5 zalen, een ontmoetingsplein voor jeugd om te kunnen studeren en een bibliotheek. Okay. En stel je nou voor, ik wil vanuit het Sport- en Cultuurfonds wil ik naar de bios, maar ik wil eigenlijk ook wel naar een theatervoorstelling. Kan dat? Ja, dat kan. De fondsen te gebruiken voor alle faciliteiten in de Nieuwe Kolk. Dus wil je er een filmpas mee kopen of een bibliotheekabonnement, dan is dat gewoon mogelijk. Ja, zo kan iedereen meedoen. Ja. Dankjewel voor je tijd, man. Top. Nou, ik moet zeggen, ik ben onder de indruk. Er is ontzettend veel te doen op het gebied van cultuur in de gemeente Assen. En wil jij nou meer weten? Check dan de website. Dan zien wij elkaar later. Tot ziens. En bedankt.